Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb net even het laatste stukje opgenomen van de Parijs vlog. Ik heb net alles unboxed. Wat ik heb gekocht, onderhand deze geweldige tas. Zo, hij was heel donker. Die ik bij, die ik in Parijs heb gekocht. Zo blij mee. Maar als jullie benieuwd zijn naar wat ik allemaal in Parijs vorig weekend heb gekocht, kunnen jullie die vlog even kijken. Nu ga ik het even opruimen, want het ligt allemaal hier op de grond. Ik kan uiteindelijk mijn kast in, want het stond hier nog in tassen. En ik heb nog wel andere kleding wat daar ligt. Dat ik even op moet ruimen. Oh, hij wil niet recht staan. Verder heb ik vandaag gewerkt. Zo. En had ik deze nieuwe trui aan van Jennifer. Hij is extreem groot, maar dat is wat ik heel erg leuk vind. Ook vind ik dit super leuk. Dus die had ik vandaag aan. Die staat al online. En ja, ik ga nu al deze rotzooi opruimen. En dan lekker mijn serie verder kijken. Want dat was in 2 nieuwe seizoenen. Hoe heet die ook weer? Ik weet niet hoe die heet. Maar hopen onscherp. Die ga ik in ieder geval verder kijken. En lekker niks doen. Ik heb ook trek in wat lekkers. Maar ik moet na dit weekend echt wat minder slecht gaan eten. Ik ben trouwens ook net voor mijn nagels geweest. En ik heb ze weer eigenlijk hetzelfde als vorige keer met wit. Maar nu heb ik met bruin. Vond ik wel heel erg leuk. Ze had een nieuwe kleur. Dus ik dacht, doe bruin. Leuk voor de herfst. Hier nog 5 truien net even uitgezocht. Die op de foto vindt kunnen. Dus die ga ik, denk ik, donderdag even op de foto zetten. Want ik denk, elke keer doe ik heel veel uitzoeken en alles op de foto. Maar ik dacht, ik kan ook gewoon een keer een paar dingen op Vinted zetten. In plaats van elke keer zo achterlijk veel. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En zoals je ziet, zit mijn haar weer aardig in de knoop. Want we gaan weer zo foto's maken van de nieuwe collectie. Ik heb gewoon even wat simpels aangetrokken. Dit heb ik aan. Deze grijs trui is van de Zara. Maar hij zat hier nog steeds heel donker, mijn camera. Oh, nu staat hij heel licht. Zo is het maar beter. De grijs trui van de Zara. Mijn zwart tasje. Mijn soort jogging pantalonbroek. Echt geweldige broek van Joanne Store. En mijn nieuwe shoes eronder. Helemaal blij mee, eindelijk. Leuke soorten schoenen die ik met dingen kan dragen. Dus ja, wij gaan nu weg. We hebben echt een hele leuke nieuwe collectie. Dus ik zal jullie zo een dingetje laten zien. Ik heb nu deze nieuwe top aan. Ik kijk hoe leuk die is. Hij is ook een stukje langer. Dus dat vind ik echt top. Echt. Hij lijkt op die Zara top, zeg maar. Ik vind dit echt een hele leuke top. Ik heb nu ook weer die leren legging aan met die split. Die verkopen we ook weer. Dus helemaal top. Ook hebben we deze in het zwart-wit. En deze jurk. Oh my god. Deze is echt zo mooi. En dan hebben we deze trui hier ook weer in meerdere kleurtjes. Deze trui die ik in Parijs aan had. Hebben we ook in meerdere kleuren. En we hebben ook al wat dingen op de foto gezet. Deze jassen vind ik ook echt heel erg leuk. Maar we moeten nog dit wat ik net liet zien. Het is niet meer mega veel. We moesten het even dingen bewerken en zo. Maar ik vind deze top die ik nu aan heb echt heel leuk. Ik heb hem van de Zara, zeg maar dan met korte mouw. Maar ik moet zeggen dat ik die met lange mouw ook wel erg leuk vind. Ik kom net terug van werk. Maar ik moest nog even wat zou ik nou zeggen? Oh ja. Ik moest nog even een nieuwe foto maken voor verder en verder van het kettingtje. Want de foto was niet goed gelukt. Ik hoop dat ze nou wel goed zijn. Maar het kettingtje is zo klein. Dat het is zo moeilijk op de foto te zetten. Maar ik heb ze even opnieuw geprobeerd. En ik heb deze voor mijn feet. Als die wilt scherp zetten. En dan deze gewoon zo. Zo. Dus ik ga het nu even opsturen. Ik denk dat deze goed zijn. Maar ik kan gewoon niet een beter foto maken van het kettingtje. Het is zo in de mini. Dus ik ga het nu even opsturen. Dan ben ik gelukkig klaar. Kan ik eindelijk mijn schoenen aan. Dus ik heb gewoon even die blazer aangedaan. Omdat ik alleen even zelf wilde maken. Zo, het is best mooi licht. Maar ik moest alleen even zelf maken. Oh, dus ik heb even mijn blazer aangetrokken. Ik heb de rest van mijn outfit gewoon nog aan. Ik ben zo naar mijn kamer gegaan. Dus al die foto gemaakt. Omdat het daglicht nu eigenlijk wel weggaat. Maar we gaan lekker pasta met tomaten en mozzarella eten. Super veel trek in. Dus ik ga even omkleden naar iets makkelijks. En dan gaan we zo lekker eten. Goedemorgen. Het is vandaag
woensdag. Zo. Het is vandaag woensdag. Het licht is weer in mijn kamer echt afgrijzelijk. Maar ik ben even aan het opmaken. En dan gaan wij dadelijk foto's maken in Den Haag. Voor op Instagram plaatsen en zo. Dus ik moet echt een nieuwe camera gaan kopen. Want het licht en zo is echt niet te doen. Maar ja, ik ga even verder opmaken. En dan ga ik me zo omkleden. En dan gaan we vandaag foto's maken in Den Haag. Vandaag komt ook de nieuwe collectie online van Channel Store. Dus dat moet ik ook weer promoten. Als het goed is, op je achtergrond wil iemand douchen. Maar ja, ook gelijk mijn spullen inpakken. Want vanavond slaap ik bij Rick. Morgen ben ik vrij. En dan ook even deze dingen op Vinted zetten. En ik wil nog even in mijn kast kijken of ik nog truien heb. Of dingen die ik niet echt draag. Want dan kan ik die ook gelijk op Vinted zetten. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik wilde ook gelijk even snel een foto maken in de stad. Of in Den Haag. Dus ik heb even iets leuks aangetrokken. Vind ik zelf leuk. Ik heb mijn nieuwe tas van Chuck Miss On. Waar ik nog steeds zo blij mee ben. Mijn oranje trui van Janice Store. Die heb ik in het bruin. In het beige. In het camel kleur. En in deze. Dus zo'n fijne trui. Dan mijn favoriete broek van Zara. En mijn trekse onder. Want het matcht met mijn trui. Dus we gaan nu naar Den Haag. We gaan eerst even alle spullen uitzoeken op de zaak. En dan nemen we die kleding mee die op de foto moet. En dan gaan we weg. We zijn helemaal klaar voor vandaag met foto's. Het ging niet op zijn gemakkie. Elke plek was moeilijk. En de foto's gingen echt niet. Maar uiteindelijk wel gelukt. En nog even foto's van mezelf gemaakt hier zo. Nu gaan we even de tas in de auto doen. En eten even snel. Bad. En dan moet ik ook nog even ondertussen dingen plaatsen op de story. Maar dat ga ik zo doen. We hebben even wat geluncht bij het Gouden Hoofd. Zoals elke keer als we daarna zijn. Ik ben wel een Pokémon vergeten te filmen, maar die eet ik altijd. Dus jullie echt wel een keer eerder of niet. Maar ik heb nu wel lekker warme chocolademelk. Daar heb ik echt trek in. Ik ben weer klaar met werken. Zo, mijn haar is ook leuk. Auto stond mijn been. Even op aankomen. Ik ga nu naar Rick toe. Dan gaan we lekker kippie eten volgens mij. Het was vorig jaar echt super lekker. Dus daar heb ik echt trek in. En dan rijden we vanavond even naar zijn opa en oma. Want dan had iets leuks meegenomen voor uit Parijs. En verder vanavond niet heel veel. Maar ik ga nu als eerst naar Rick rijden. Ik hoop echt niet dat er te veel file is. Goedemorgen, het is vandaag. Oh nee, het is geen morgen meer. Het is onderhand al middag. Het is vandaag donderdag en ik heb me net omgekleed. Ik heb deze led look jas aan van de Zara. Mijn nieuwe sweatdress van de Zara. Cowboylaars van Jen Store en mijn soort tas. En nu gaan we met de fam, gezellig, behalve papi, naar de city. Auw, naar Rotterdam stad. En dan gaan we lekker wat lunchen. We zitten zoals altijd weer bij 1-8. Oh my god. Mama heeft een biefstuk met jus en dat ziet ook echt super lekker uit. Dus ik heb helemaal trek. Nee. Wat doe je? Ik ga stuk. Ja, dat is heel leuk. Ja, ik weet niet. Nee, je moet deze nemen, Ashley. Met je soort. Wat doe je nou? Hoe sloop je gelijk weer alles? Oh my god, die andere. Ik doe die zo. Ashley. Ja, het viel. Wat haalt die nou uit? Ik kom net thuis. Ik heb gelijk lekker mijn nieuwe badjas aangetrokken. Ik wilde hem even passen. Hij is van de H&M. En ik had al een korte badjas. Deze, die is van Lovis. Die draag ik echt best wel veel. Maar vooral zomers. Ik vind hem nu eigenlijk iets te koud. Maar dat is ook zo'n korte badjas. En nu hadden ze ook zo'n, bij de H&M, zo'n zachte. Maar dan kort. Want lang vind ik niet fijn. Vind ik ook echt zo, ja, ik weet niet, hoe voelt me zo. Ja, ik weet het niet. Maar kort vond ik wel leuk. Dus that's it, my nieuwe badjas. Very ho, sorry. Very nice. Eigenlijk moest ik vandaag wat foto's zetten, maar ik heb echt geen zin in. Dus ik denk dat ik dat zaterdagochtend even doen. Die is van Rick, moet ik even opruimen. En ik heb bij de Zara nog een korte blouse gekocht.
Want ik wilde een korte blouse hebben. Dus die heb ik nu. Dat is deze. Gewoon een korte blouse. En die is 25,95. Het is vandaag vrijdag en ik ga werken. Wel zin in, want vandaag is de markt voor de deur en het is altijd lekker druk op vrijdag. Dus er helemaal zin om in de winkel te staan. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze nieuwe trui aan van Joanna Store. Echt heerlijk oversized. Dat vind ik echt super leuk. Dan de split legging, ook van Joanna Store. Zo'n leren. En dan mijn nieuwe schoenen eronder. Ik heb ook deze oorbellen in van... volgens mij Pull&Bear of Bershka, dacht ik. Dus ja, ik ga nu werken. Ik ga lekker op mijn scooter, want het wordt goed weer vandaag. Oh my god, echt super slecht. Ik heb helemaal niks meer gefilmd vandaag. Maar ik ben net thuis van werken. Het was echt mega druk in de winkel, niet normaal. Maar wel echt super leuk. Net hebben we lekker pasta besteld. Echt helemaal zin in. En ik ga lekker mijn serie verder kijken. The Dynasty. Ik verwijder haast Netflix. Oeh, jeetje. Oeh, is heel een oogplassen. Dus dat ga ik eerst doen. Rick komt vanavond naar mij. Die heeft nu iets met een bedrijfsuitje. Of een barbecue volgens mij. En verder vanavond. Zo, kom lekker uit mijn woorden. Is eigenlijk bank hangen echt de bedoeling. Dus dat ga ik lekker doen. Het is vandaag zaterdag. Ik wou goedemorgen zeggen, maar... dat is het al lang niet meer. Het is 4 uur. Ik ben even mijn spullen op Vinted. Nou ja, aan het zetten. Ik was even foto's aan het maken. Ik heb nu deze groene trui aan van Lovis vorig jaar. Maar die draag ik gewoon echt nooit. Dus ja, ik ga even alles op de foto zetten. Ik heb daar wat liggen. En ik ga nog even in mijn kast kijken of er dingen weg kunnen. En dat ga ik dan op de foto zetten. Verder niet echt veel de planning. Nou ja, vanavond een feest. Als het goed is gaat het door, maar... niet voor 1000%. Het is vandaag zondag en wij zijn helemaal klaargemaakt en nu in de stad. Willen we eventjes lekker shoppen. Nou ja, niet meer shoppen. Gewoon even dingen kijken. Ik ben niet gewoon heel goed te kopen. Kijk, dat is die pet met die bril erin. Ja, mama had het van de week opgedaan. Ja? Ja. Oh ja, Rick wilde wel even kijken bij de Bijenkorf omdat hij wat cadeaubonnen heeft. Dus daar gaan we nu bekijken. En misschien daar even ergens zitten. Ik heb nu mijn oversized grijze sweater aan met Joanna Store. Die vond ik ook aan. Met een leerbroekje, panty en mijn kabelaarzen. Het is onderhand alweer maandagavond en ik besefte me dat ik heel mijn vlog niet heb afgesloten. Ik heb sowieso deze week super slecht gevlogd. Sorry daarvoor, maar soms zit die week ertussen. Normaal komt altijd mijn weekvlog op maandag online. Alleen ik merk dat ik heel vaak mijn weekvlog op zondagavond bewerken. Of ik slaap bij Rick, of ik ben gewoon thuis. Maar heb ik echt geen zin om zondagavond dat te doen. Dus ik denk dat ik voortaan mijn vlogs op woensdag om 4 uur ga posten. Zo heb ik maandagavond en dinsdagavond de tijd daarvoor. Want ik merk dat ik gewoon in het weekend geen zin hebben om mijn vlog te editen. En die dagen daarvoor, ja, dan vind ik het dan nog te vroeg om al die weekvlog te gaan editen. Dan moet ik alsnog de laatste 3 dagen meestal in het weekend editen. Dus ik ga voortaan denk ik mijn vlogs op woensdag om 4 uur posten. Dus 2 dagen later. Dus komt die elke keer woensdag om 4 uur online. Hoop niet dat jullie het heel erg vinden. Maar ja, ik denk dat dat gewoon beter is. Want elke keer te laat posten is ook vervelend. Voor de mensen die het wel leuk vinden om te kijken. En dan elke keer het niet online staat. Dus ja, dat wilde ik wel even zeggen. Ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!